Het verlangen naar een gezond en voorspoedig nieuwjaar is groter dan ooit. En toch is het op dit moment voor heel veel mensen heel moeilijk om aan hun gezondheid te werken. Terwijl sport van essentieel belang is voor een gezonde en weerbare samenleving. Maak sport onderdeel van de boostercampagne. We moeten juist nu in beweging komen. Geef mensen toegang tot sportlocaties. Boost het immuunsysteem van Nederland. Door de lockdown zijn 52% van de volwassenen en 62% van de jongeren minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Dit kan natuurlijk echt niet. Leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals obesitas en diabetes type 2 zorgen voor meer intensive care opname van mensen met een coronabesmetting. Zo ligt de BMI van veel coronapatiënten op de intensive care boven de 25. Veel te hoog dus. Gelukkig is er een uitstekende oplossing. Sporten. Niet alleen voor de fysieke, maar ook de mentale en sociale gezondheid van iedereen. Sport levert een aanzienlijke bijdrage om de druk op de ziekenhuizen en het zorgpersoneel te verminderen. Het levert weerbaarheid op. En mocht je onverwachts toch ziek worden, dan herstel je sneller. Fitness kan in Nederland op een verantwoorde manier. Sportscholen zitten in elke wijk, dus de door het kabinet gevreesde verkeersstromen blijven uit. En door een netwerk van meer dan 4000 sportscholen en het ingevoerde reserveringssysteem kan iedereen op een verantwoorde manier aan haar of zijn gezondheid werken. En wist je dat Nederland het enige Europese land is waar sportlocaties gesloten zijn? Uit recent onderzoek onder 185 miljoen bezoekers aan fitnessclubs in 9 Europese landen bleek dat er gemiddeld minder dan 1 besmetting was op 100.000 bezoekers. En dat terwijl we juist nu, in deze pandemie, in beweging moeten komen. Kabinet, hoor ons. Maak sporten onderdeel van de boostercampagne. Laat ons in januari onze deuren weer openen. De petitie om sport als essentieel te erkennen en sportlocaties weer te openen is al meer dan 200.000 keer getekend. De ondertekenaars van de petitie vragen om een heroverweging van het maatschappelijk en individuele belang van sport en bewegen. Niet alleen de fitnessbranche, maar ook de verenigingen, dansscholen, zwembaden en yogastudio's. Juist nu kunnen alle Nederlanders extra hulp gebruiken om in beweging te komen. Maak sport onderdeel van de boostercampagne. Maak de mogelijkheid om te kunnen bewegen essentieel. Kom in beweging en teken de petitie van NL Actief vandaag nog.